het duurt ontzettend lang en er is nog steeds geen zicht op die afloop, zeg maar. En dat is heel zwaar. Sandra Bindi, de kleindochter van oma Bindi, is er nog steeds kapot van. 6 jaar na de moord op haar oma is er nog altijd geen duidelijkheid. Ja, dat trekt een enorme wissel. Je blijft hopen, je werkt overal aan mee. Je hoopt dat het goed gaat komen, dat er iemand hier voor deze daad gaat boeten. De 93-jarige mevrouw Bindi werd begin juni 2005 doodgevonden in haar huis aan de Guttersdijk. Direct na de moord werd een rechercheteam samengesteld van 25 man, maar tot nu toe zonder resultaat. De zaak is veel aan de orde geweest in verschillende opsporingsprogramma's. De moord op de 93-jarige oma Bindi. Het onderzoek verliep niet zonder slag of stoot. De Telegraaf meldde in 2008 dat Bindi niet is neergeschoten, zoals door het Nederlands Forensisch Instituut werd geconcludeerd, maar neergestoken. En in 2010 kreeg de familie weer een tegenslag te verwerken. Vorig jaar werd ons gemeld dat er tot dan een DNA was veiliggesteld op een bewijsstuk. En nu blijkt dat DNA van een rechercheur afkomstig is. En dus niet van een eventuele dader. Weer een klap in het gezicht van de familie Bindi. Op dat moment ben je gewoon even oud. Dan heb je geen hoop. Maar we zijn gelukkig een zeer krachtige familie die dan toch weer... hoop blijft houden en door blijft gaan in de hoop dat het wel toch nog gaat komen. En dat terwijl eerder werd gezegd dat het DNA op het bewijsstuk cruciaal was. Volgens de familie is er nu sprake van besmetting van het bewijsstuk. Het gaat vaker fout met DNA. Landelijk zou het gaan over bijna 1700 fouten en afwijkingen in DNA-onderzoeken. Schokkend vindt ook CDA Tweede Kamerlid Madeleine van Torenburg. Het kan zijn dat er mensen waar eigenlijk een DNA... een monster van bekend was, dat die niet gematcht heeft omdat er een fout is gemaakt. Maar het kan dus ook zijn dat mensen mogelijk veroordeeld zijn die helemaal niks gedaan hebben. Want het blijkt dat er zoveel fouten zijn gemaakt, dat kwetsbare DNA-materiaal. Dus dat het besmet is met een ander spoor en dan kan je het niet meer herleiden naar iemand. Van Torenburg vindt dat er zo snel mogelijk iets aan gedaan moet worden. Je zal twee dingen moeten doen. Aan de ene kant zullen de procedures echt nog moeten verbeteren om ervoor te zorgen dat DNA-materiaal niet wordt besmet met andere sporen. En daarnaast, als je DNA-materiaal hebt en verder een kwetsbare strafzaak, dan moet er uitgebreider tegenonderzoek mogelijk zijn. Dan moet je nog minder waarde toehechten, toekennen aan DNA-materiaal, om ervoor te zorgen dat je niet de verkeerde veroordeelt of een... Vrij rond laat lopen. CDA Tweede Kamerlid denkt niet dat het een kwestie van geld is, maar dat er beter en secuurder gewerkt moet worden. Maar daar koopt de familie Bindi nu niks voor. En dan gaat alle hoop wel even weg om hier toch nog een dader op te pakken. De dood van oma Bindi is nu een cold case. De familie wil kijken of de zaak heropend kan worden.